Hey gasten, voordat deze video begint wil ik jullie even duiden naar de video van eergisteren waar ik een paar trades heb gedaan via fitcalculator.nl. En je kan je aanmelden voor een vette trading challenge waarmee je goede prijzen kan winnen op fittrading.nl. Zou ik waarderen. We gaan in ieder geval door naar de video. Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en het is weer tijd voor rewards. En het is niet zomaar een reward, wilde ik eigenlijk zeggen. Dat is een beetje een slechte zin, maar we hebben weer 30 nul rewards. Niet van zomaar iemand, maar van onze grote vriend Jason. Jason, jongen, hoe gaat hij ermee? Ja, met mij gaat het hartstikke goed, jongen. Leuk dat ik erbij mag zijn vandaag. Hoeveelste van de wereld ben jij dit weekend geëindigd? 165ste. En dan wil ik je meteen even corrigeren, want het was 29-1. Ja, ja. Okay, sorry jongens, mijn fout. Jason heeft 29-1 gehaald, wel top 200 dus. Dus ja. Als het goed is, hebben jullie gisteren mijn video gezien met mijn eigen rewards. Dat was om te janken, daar wil ik het niet graag over hebben. Maar eerst wil ik even zeggen, ga even naar Jason zijn kanaal. Hoeveel subs heb je op dit moment? 12.500. Nou ja, laten we dan zo snel mogelijk in ieder geval naar de 13.000 en zo snel mogelijk natuurlijk naar die 15.000 werken. Linkje zal in de beschrijving staan, geef op hem abonneren. Like deze video, abonneer even op mijn kanaal, zet je notificaties aan, mis jij niks. Volg Jason ook even op Insta, zal ook in de beschrijving staan. En dan gaan we gewoon die packs openen. Oké jongens, Jason heeft ook nog Rivals Rewards. Ik weet niet hoeveel Rivals jij hebt gespeeld. Genoeg voor rang 1 denk ik. Ja? Oeh, ja. Een ultimate pack. Ja, van mij apart. Kies jij lekker coins of wat jij in ieder geval wilt. Nee, wij doen gek. Optie 2, hè? Optie 2. Ja, ik ben er ook altijd wel fan van. Ik kies ook ja, ik kan het toch niet laten. Ik denk altijd ik ga coins kiezen en dan als het zover is, dan doe ik altijd packs eigenlijk. Ja, weet je, het is toch zo'n ultimate pack. Vooral in het begin natuurlijk van FIFA. Kan je toch wat meer uithalen dan 60, 70k coins. Ja. Althans, dat vind ik altijd. Maar, jij hebt natuurlijk... Daar ja, komt hij. 165ste van de wereld. Eerste top 200 voor Jason dit seizoen. Ik heb ook één keer top 200 tot nu toe gehaald. 4 player picks, dat is wel lekker. 200k packs, een Ultimate Team of the Week pack en natuurlijk wat coins. Ik stel voor dat we gewoon eerst deze gaan openen. Aan het eind van de video wil ik jouw team nog even bespreken. Want ik ben wel benieuwd wat jij dan hebt gebruikt om top 200 te halen. Maar... Wat ik altijd doe met de mensen waarvan ik open, Jason. Jij mag kiezen, jongen. 1, 2, 3 of 4. Ja, is goed. En wel leuk nog even, want we hadden natuurlijk over eerste top 200 van het jaar. Is dat vorig weekend, hè? Ik weet niet of je dat wist, dat ik dus 25-5. En daar baalde ik echt... Dat was echt zo dramatisch. Daar baalde ik zo van dat het eigenlijk 3 keer zo lekker voelt. Maar dat snap je natuurlijk wel. Ja, dat is gewoon dat even, is altijd even een vette comeback, zeg maar. Ja, even een lekkere comeback. Gewoon goed voor het gevoel. Dus hopen dat we het nog vaker gaan halen, jongen, allebei. Ik ben benieuwd en ik hoop je vaker te zien, dat lijkt me top. Maar, we gaan het meemaken. Ja, van mijn part kies jij lekker iets moois, jongen. Oké, wie we het liefst natuurlijk Gomez. Die andere twee weet ik niet, Zaha en Valverde heb je nog. Ja, Valverde is lijkt mij gewoon een basisspeler. In ieder geval, die zou de basis inkomen bij mij en Gomez geldt hetzelfde. Ja, die twee eigenlijk. En Zaha is meer een goede supersub. Helemaal met je eens. Oké, laten we beginnen. Pak gewoon één, man. Ik ben benieuwd. 1. Kom maar op. Gomez. Waar is die? Oh, hey, Kimmich. Hij lijkt dik op zijn kaartje, man. Weet je hoeveel strength hij heeft? Dat is echt niet normaal. Maar hij is ook sterk, hoor. 93. 93? Dat wist ik niet, hoor. Ik wist dat helemaal niet. Maar uiteraard Kimmich. Ja, pak maar gewoon. Dat is een hele goede start. Prima kaartje. Ik zet hem gewoon op de bank, hoor, denk ik. Ja, jammer dat hij niet zo snel is, natuurlijk. Maar het is niet zo erg. Kies maar 2, 3 of 4. Gewoon 2. Gewoon 1, 2, 3, 4, vis. Oké. Kom op. Kom op. Nee, oké. Gewoon die hoogste reed het. En Same. Ja, oké. Mooi. Dan gaan we gelijk door naar de derde. Ik ben benieuwd. Zo'n Gomez zou toch wel echt hartstikke lekker zijn. Ah, Belotti. Pak maar, joh. Je moet er eigenlijk niet van uitgaan, hè. Ik bedoel, zo'n Kimmich is al een uitzondering eigenlijk. Vooral bij de player picks niet. Ja, echt. Insane. En de laatste. Echt dramatisch. Nee, nou, helaas. Ja. Net als dit. Doe maar João Pedro. Ja, picks niet. Weet je, het is niet anders, Vince. Nee, we gaan gewoon gelijk door naar de packs, jongens. Ik ben benieuwd. 100k pack, numero uno. En ik wil eigenlijk wel wat walkouts zien vandaag. Ja. Ik moet zeggen, op mijn eigen account is het nooit echt feest met die walkouts. Hier blijkbaar ook niet. Goulashy. Ja,
Nou ja, daar worden we dus niet heel vrolijk van, denk ik. Ik word er in ieder geval niet heel vrolijk van. Ja, wat zit erachter? Zo'n Verlandman die iets in die richting... Sanchez, is die nog wat? Volgens mij... Nou ja, ja hey, die is gewoon 15k, man. Daar doe ik het echt wel voor. Dat is netjes en... Dit naar boven, dan. Ja. Nou ja, dat is niet veel. We hebben nog wel 54 rares in totaal. Dus dat is nog redelijke kans op wat leuks. Ah, naar kom mijn op, mening. Man. Hopelijk. Ja, is de wacht. Ja, dat is het zeker op. Weten. Het is geen inform, maar wat is het dan wel? Het Argentinië? Is een Argentijn. Oh, nee. Oh, oh, nee. Oh, oh, jongen. Oh, ik schrok, Jason. Je ziet altijd mensen en dan denk je van, waarom laat je je zo pranken? Maar als je zelf daarin zit, jongen... Ik werd hier flink geprankt. Ja, ik ook, ouwe. Nou ja, walkout is walkout. Toen ik die RW zag, dacht ik wel van, ja. Oh, we hebben hem. Tering. Even kijken. Oh, kijk eens. Oh, en die, ja, is ook 10k volgens mij. Arjen Robben. Clubbie, joh. Ja, leuk. En Inaki. Wat een luxe. En de rest naar boven ook. En dan zijn we er. Oké. Okay. Ja. Walkout en een hero card. We hebben nog een ultimate pack over. Nou ja, hopelijk worden we nu niet zo geprankt. Dan krijgen we wel echt iets heel goeds. Een klapper. Maar dit is ook gewoon rivals, hè. Deze hele pack is gewoon waar je rivals voor hebt gedaan. Ja, dus die is wel belangrijk, zeg maar. Nou ja, weet je. Huh? Is walkout. Inform. Hallo. Inform. Oh. Nee, dit is Roelbreker. Hé, hey, Laporte! Oh. Camera. Camera. Ik dacht, wat de fuck. Ja, dat niet door, dit? Hè? Nee, joh, ik heb nog nooit een Roelbreker gehad. Die hele kleur. Oh, lijp. Jij zei ook in vorm. Dus ik denk, waar heb je het over? Ja, dus. Oh. Ik moet zeggen, ik vind al die kleurtjes op mijn beeldscherm wel mooi. Ja. Maar dat kon ook Laporte zijn, hè, volgens mij. Die is echt 4 ton. Echt ziek. Ja, maar goed. Die is duur. Nou ja, dat in 83 rated en walkout, dus vind ik wel gek. Maar ook hoe ze dat hebben gedaan met al die vuurwerkjes en zo, dat vind ik wel mooi eruit. Ja. Oh! En Davies! Wauw! Nou, 30k. Die camera die zal is ook 30 ook wel... mij. Nou. Ik heb hem gecheckt hoor, volgens mij. Volgens mij gaat hij voor 30 of 40. 60k! Oh. Ik heb gezopen voor de opname, helaas. Ja, nee, is lekker. Maar dit houdt wel in dat je gewoon, zoals ik zei, Ultimate Pack, heb je gewoon meer coins uitgehaald dan... Dan de coins, ja. Als je coins had gekozen. Nou, dat is altijd gewoon een dikke vette W. En weet je wat het ook is? Kijk, we hebben dan geen speler van een paar ton, maar wel gewoon al een aantal van die tientallen, hè. Van die tientallen K-spelers. Ja, dat is top. Plus, dat is hier gewoon... kan die natuurlijk nog in zitten. Ja, daarom. Ik ben eigenlijk al, vind ik het al goed gaan, jongen. Oké, Jason en ik zeiden voor de opnames, ik weet niet of jullie hem kennen, jullie zullen hem vast wel kennen, de Engelse FIFA-speler Tex, ook wel bekend als de beste FIFA-speler van de wereld, had een Team of the Week pack geopend, zo eentje, met 11 informs, en die had zijn hoogste, was een 82 rated. Nou ja, dat ik was niet heel gehopen dat wij zo'n gebeurtenis niet door moeten staan, zeg maar, maar... Ja, ik zou zeggen jongens, nogmaals, doe dat blauwe duimpje omhoog. Ga even naar Jason's kanaal voor deze pack. Hartstikke ziek, we gaan straks nog even door naar zijn team. Jason, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor, doe het maar. Oké, kom op. Eerst wil ik die walkout zien. Eerst die walkout, van ver de kom op Gomez. Kom op. Eerste, kom op. Kom op, oké. Okay. Kom op, Dagvis. Prima. Nee, wat is dit? Hoe hoog is hij? 85. Oké, dus hier kan Gomez nog bij zitten, toch? En Valverde ook. En Valverde. Iedereen eigenlijk nog, of niet? Nee, Kimmich niet meer. Wow, ik ben wel bang. Ik moest echt even nadenken. Het werd een soort Sudoku, maar nee. Oké, nu ben ik heel bang. Het kan nog, man. Het kan nog. Kom op. Dance with me. Ja! Ja! Bro, nice. What the fuck, ouwe? Nice. Oh, fucking nice, Fish. Woo! Lekker, man. Holy shit, ouwe. Oh, je wilt niet weten hoe blij ik ben. Dit is echt top, man. Dit is echt top. Dit is echt lekker, jongens. Oh, dit is echt, jongen. Ja, hier ben ik ook blij mee. Jason wordt ondertussen even gebeld. Dat is ook top. Ja, ik ben... Dit meen je toch niet? Nog steeds. Ja, ik heb meteen het hele gezin boos gemaakt, jongens. Oh, maar man, ja, dat heb ik ervoor over. Val verder. Dit is echt heerlijk. Nou ja, dit is echt heel ziek. Ja, ik hoop dat die audio niet helemaal is gecrackt door mij, maar ik heb alles bij elkaar geschreeuwd. Pas nou op alsjeblieft. Holy shit, deze stats zijn ook gewoon heel ziek. Van Verde, ja, dat is echt een topkaart, man. Zieke shit.
Ik gooi je naar de club in ieder geval. Ik vind het echt wel geslaagde rewards. Dit was goed, man. Ik wil je bedanken alvast, Vis. We zijn nog niet klaar, man. Nee, dan mag jij het eind doen. We nemen even één... dan ga ik toch de vraag stellen. Wat vind je van dit team? Welke spelers wil je verbeteren? En wat is gewoon het minpunt van het team? Nou, ik moet zeggen dat ik het echt wel chill vond. Ik heb Ferdinand gehaald afgelopen week. Want ik wist gewoon van, ja, kijk, hij kost best wel veel geld. Maar met deze kan je eigenlijk niet misgaan, toch? Je ziet hem overal, dus je weet gewoon wat je koopt. Ik speel 4-4-2, dus Neymar en Mbappé wil ook niet zo snel upgraden. Op de plek van Wijnaldum staat dan Kante. Dus ik denk... ik heb er nog niet echt over nagedacht, maar ik denk een icon voor Kante of Pogba. En misschien links of rechts mee te upgraden of zo, man. Dat lijkt me wel logisch. Ja, precies. Gewoon zo'n stand maximum eruit, zeg maar. Ja, zoiets. Ja, precies. Dat lijkt me logisch, maar ik moet zeggen dat ik echt wel blij was met wat er nu al staat. Ik bedoel, er zijn natuurlijk jongens met nog veel ziekere teams, maar ik vind het echt geen slechte ploeg. Absoluut niet. Ik wees even naar mezelf toen je dat zei. nee, maar ik ben er gewoon blij mee, zeg maar, met wat ik erin heb gestopt. Ja, sowieso. Dit is ook wel echt gewoon een heel decent team, hoor. Maar inderdaad, zo'n Saint-Maximin kan je nog zeker wel upgraden. Nou ja, als hij 2 ton is, ik denk dat we in totaal uit de packs wel 5 ton hebben gehaald. Ja. Nou ja, dan heb je wel 6 ton als je hem verkoopt. Dan heb je 800k om die... Maar wat ga je dan in hemelsnaam halen, bedenk ik me nu. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. maar misschien moeten we toch eerst Kante of Pogba upgraden. Je hebt toch ook die blank baby? Ja, man, die lijkt me ook gewoon een goede optie. Iets in die richting waard, inderdaad. Ja. Dat is wel, ik ga wel kijken, waard. Joh, en ik laat het je weten. Nou, in ieder geval, dit was Jason's team. Jason, jongen, heel erg bedankt dat ik jouw rewards mocht openen. Het was echt, ik vond het gezellig. Ik vond het ook gezellig. Ik vond het ook goede packs. Niet alles is in één keer goed gegaan, maar gewoon goede packs. En ik vond het gezellig, Vis, dus ik ga jou bedanken. Ja, ik wil jou bedanken. Nou, wat een liefde. Ongelooflijk. Nee, is goed. Toch nog, voor de laatste keer, ik zal het nog één keertje zeggen. Zijn linkjes zullen in de beschrijving staan. Ga het zeker even checken, want dat zou ik in ieder geval heel erg waarderen. En hij vast ook wel. En dan wil ik jullie aan het eind vragen om natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal, je notificaties aan te zetten. Mis je helemaal niks. En hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later. Ciao.